Ik ben Kyle Stolk en ik doe aan wedstrijd zwemmen voor de Nederlandse zwemteam. Ik ben in Zuid-Afrika geboren en vanwege gevaarlijke omstandigheden zijn we met het gezin naar Ierland verhuisd. Hier ging voor mij het zwemmen echt fantastisch goed. Ik had een supergoede klik met mijn trainer, maar helaas was er geen concurrentie meer. Vanwege dat ik een Nederlandse vader heb in Nederland als zwemland met Renomi, Pieter, Inge de Bruin, zijn we op zoek gegaan naar wat zijn de mogelijkheden in Nederland. Eind 2010 mocht ik meetrainen met een Nederlandse team. We zijn een paar keer heen en weer gaan vliegen. Het kostte heel veel tijd, heel veel moeite, heel veel geld. Dus uiteindelijk hebben we besloten als gezin om naar Nederland te verhuizen. Om mijn passie en mijn droom waar te maken. Toen ik naar Nederland kwam, kon ik geen Nederlands. In 5 jaar tijd heb ik mezelf als Nederlander proberen in te bergen. Dit is me hopelijk wel gelukt. Nu wil ik voor een medaille gaan bij de Olympische Spelen voor Nederland. Let's go!